alle hulpmiddelen geldt dat het goed navolgen van de gebruiksaanwijzing de veiligheid ten goede komt. De beugel moet altijd geplaatst worden op een gladde ondergrond, want anders fixeert hij niet. U moet ook letten op de voegen. Hij kan niet over de voeg, op de voeg, want anders trekt hij geen vacuüm. Ik ga nu voordoen hoe je hem vast kunt zetten. Je drukt de klem om. Vervolgens controleer je altijd of de beugel vast zit. Thuiszorgorganisaties en ergotherapeuten kunnen helpen bij het bepalen van de juiste plek voor de handgrepen. Het toiletframe is in hoogte verstelbaar. En de juiste hoogte is de hoogte waarbij u zichzelf makkelijk omhoog kunt duwen. Let wel op als u staat en u gaat erop steunen met één hand, want dan kan het toiletrek omkantelen. Toiletverhogers heb je in verschillende soorten en maten. Dit is een hoge variant en dit is een lagere variant. In het algemeen worden ze zo aangeleverd. De beugels moet u dan eventjes omzetten, want die klemt om de toiletpot heen. Voor de plaatsing van de toiletverhoger doet u eerst de bril omhoog. Vervolgens plaatst u de toiletverhoger over de pot en gaat u controleren of de beugels goed klem zitten. Zo niet, dan zult u ze eventjes vaster aan moeten draaien. Kijk, zo zit hij wel goed vast. Dat is veiliger.